Mijn eerste baan als agent, eind jaren 70. En het is het moment dat ik vond dat ik heel onrechtvaardig werd behandeld. En wij moesten werkzaamheden uitvoeren waarvan ik niet begreep wat voor een zin dat had. En het had te maken met het oversteken van jeugd. Maar de auto's wisten precies dat ze moesten stoppen. De jeugd stak elke keer over. Dus ik liet dat gewoon gebeuren. Maar dat moest je gaan regelen, dat verkeer. En toen kwam er een adjudant en die zag dat ik dat niet deed. En die heeft me daar ter plekke, ten overstaan van ieder, heeft hij me daar uitstaan te voeteren. En dat was nog niet eens het ergste. Maar toen ik terugkwam op het bureau had ik zoiets van, ja, maar ik wil gewoon uitleggen waarom ik dat niet heb gedaan. Of beter gezegd, waarom het allemaal heel goed ging en ik niet wilde interveneren. Maar goed, daar was allemaal geen plek voor. En dat is een switch geweest in mijn leven waarop ik zoiets had van, nou, of ik word zelf baas, of ik ga hier weg, of beide, maar dit accepteer ik niet. Nou goed, en het eerste is gebeurd. Ik ben uiteindelijk naar de politieacademie gegaan en heb zelf gewoon de leiding kunnen krijgen over de politie. Dat is voor mij een heel belangrijk moment geweest.